Als je denkt aan de luchtmacht, denk je meteen aan gevecht vliegtuigen en helikopters. Hier achter mij zorgen ze ervoor dat iedere F-16 na 300 vlieguren volledig gestript, gemodificeerd en vervolgens opgebouwd wordt. In TechTime neem ik je mee in de technische wereld van Defensie. Hoe is het om een technische baan bij de marine, landmacht of luchtmacht te hebben? Vandaag volg ik een onderofficier Avionica Elektronica van de Koninklijke Luchtmacht. De Koninklijke Luchtmacht is een krijgsmachtdeel dat wereldwijd bijdraagt aan vrede en veiligheid. Hiervoor beschikt de luchtmacht over onder andere vliegtuigen, helikopters, de meest geavanceerde techniek en hooggekwalificeerd personeel, zoals Martijn. Martijn is onderofficier Avionica Elektronica. Martijn. Hey. Hallo. Hey. Waarom ben je eigenlijk bij Defensie gaan werken? Ja, het werken in teamverband sprak me aan. En de geavanceerde techniek die erin zit. En het reizen leek me ook erg mooi. En wat voor opleiding heb je gevolgd? Mijn opleiding was MTS, automatiserings- en energietechniek. En ik heb ook nog een basisluchtvaartopleiding gehad. Ja, want ik kan me voorstellen dat je niet alleen met je basisopleiding aan een F-16 kan gaan sleutelen. Heb je ook nog interne opleidingen gevolgd? Ja, je moet als interne opleiding moet je nog een basis F-16 opleiding krijgen. En nog voor het Avionica gebied nog een Avionica F-16 opleiding. En hoe lang heeft dat geduurd? In totaal ben je wel een jaar aan het leren. Oké. Nou zag ik je bezig met een spiegeltje en een zaklamp. Wat was je aan het doen? Deze F-16 is binnengekomen voor een faseonderhoud. En wat ik nou doe, is het controleren van de bekabeling. Op eventueel afwijking, bijvoorbeeld connectors loszitten of bekabeling tegen elkaar aanschiet. Het is eigenlijk een soort APK-keuring voor de F-16. Ja, ja. Ben je daar ook in gespecialiseerd? Ja, ik ben er ook gespecialiseerd en ook modificatieonderhoud. Dat houdt in dat er verschillende systemen worden ingebouwd om het vliegtuig up-to-date te houden. Oké, dat is een andere fase. Ja. Want hoeveel typen onderhoud zijn er? Je hebt drie typen onderhoud. Je hebt het faseonderhoud, het modificatieonderhoud en het lijnonderhoud. En het lijnonderhoud houdt in dat het eigenlijk een soort pitstop is van de Formule 1. Dat klachten heel snel worden verholpen om de vliegtuigeninzet gereed te houden. Oké, okay, veel sneller dus. Ja. En heb je daar ook ervaring in? Ja, in het buitenland. En ook in Afghanistan, op uitzendgebied. Waar ik ook heb gewerkt. En nog grotere tijdsdruk ontstaat. Omdat vliegtuigen ook op missie moeten. Dan ga ik vandaag met jou meelopen. Wat gaan we allemaal doen? Ja, we gaan vandaag bekabeling doormeten. Die hebben we ingebouwd. En nou moet de bedrading gecontroleerd worden op de juiste aansluiting of dat er geen kabelbreuk in zit. Oké, okay, ben benieuwd. Oh, ja, kijk eens, hè. Jeetje. Ja, er zit ook overal wel wat elektronica en mechanica in, zeg. Ja, ja, heel veel bekabeling zit er eigenlijk in. Ja. En je gaf net aan dat deze F-16 helemaal nieuw bekabeld is. Waarom is dat? Ja, hij heeft deels nieuwe bekabeling gekregen. De oude bekabeling die erin zat, die was eigenlijk verouderd. Tegenwoordig hebben ze een nieuwe, betere bekabeling. En die wordt dan na een bepaalde periode wordt deze nou ingebouwd. Oké. Okay. Nou, ik zeg, laten we aan de slag gaan. Ja, ik heb hier een lijst om te kunnen zien van welk punt we, naar welk punt we gaan meten. En dat doen we aan de hand van een multimeter. Ja, ja, dat klopt. Hier heb je de bekabeling, die komt op het duur op een punt. Okay. Waar die bijvoorbeeld naar de vleugel gaat, maar die zit er nou niet op. Nee. Maar moet wel gekeken worden als bijvoorbeeld punt A, die aangesloten is. En dit moet zeg maar de vleugel voorstellen om te kijken of het wel inderdaad aankomt vanuit de connector. Ja, ja, dat klopt. Dus als je naar de andere kant zou kunnen gaan, dan kunnen we beginnen met doormeten. Yes. Ja. Hoe kut. Jij moet op B4. B4. Ik op A8. Ja. Ja, dat klopt. Yes. Nou moet je op B3. B3. Klopt. Want waar dient deze bekabeling voor, dat we nu aan het testen zijn? Ja, deze bekabeling dient voor de, zeg maar, de aansturing voor de vleugel. Dus in de vleugel zitten ook aansturingen voor verschillende systemen. Dat kan zijn verlichting of voor het brandstofsysteem. Dus eigenlijk de communicatie die de computer heeft met de vleugels, dat loopt via deze kabels? Ja, ja, dat klopt. Hoeveel bedrading zit er nou in zo'n F-16? Ja, heel de F-16 zit eigenlijk vol met bekabeling. En de dikte van de bekabeling is ook afhankelijk van het aantal draden. En ja, dan spreek je al gauw over enkele kilometers bekabeling. Kilometers? Ja. Wow. En om de hoeveel tijd moet een F-16 helemaal gestript worden? Ja, dat is om de 300 vlieguren. En dan wordt er ook een fase-inspectie uitgevoerd. Oké, okay. En dat is alleen een fase-inspectie? Ook, of ook die
Nee, het kan ook gebeuren dat er toevallig op dat moment ook een modificatieproject op uitgevoerd wordt. En dan doen ze de faseinspectie tegelijkertijd met het project. En wat voor soort vliegtuig is de F-16? Het is een fly-by-wire systeem, het eerste systeem van de wereld. Een fly-by-wire houdt in dat de F-16 kan vliegen door computeraansturing. In het verleden gebeurde dat niet door fly-by-wire. En dan werd de aansturing gedaan door kabels die in het vliegtuig liepen. En nu wordt de aansturing gedaan door computers die de signalen doorsturen, maar dan door een elektrische geleiding. Zeg maar. Ja, dus voorheen was het mechanisch en nu is het eigenlijk full elektronisch. Ja. Oké, maar is dat dan niet kwetsbaarder dan? Nee, ja, het systeem is ook viervoudig uitgevoerd. Dus mocht er ergens een probleem zijn, heb je ook nog drie andere backup systemen die het overnemen. Is de avionica van de F-16 hetzelfde als bijvoorbeeld een Apache of een Chinook of een transportvliegtuig? Ja, die komt wel vrijwel overeen. Alleen een F-16 heeft andere vliegspecificaties. Ja, hij vliegt ook harder en zijn bereik is ook hoger. Dus bepaalde systemen zijn ook aangepast op die F-16. Okay. Zullen we hem afmaken? Ja. Jij bent wel eens naar Afghanistan geweest, ook voor je werk. Ja. Hoe was dat? Ja, dat was over het algemeen wel goed bevallen. En dat was in 2007 in Kandahar. En dat is daar ook gewoon een grote luchtmachtbasis. En de werkzaamheden wat je daaruit moet voeren is dan ook het lijnonderhoud, dat je dan snel klachten op moet lossen. Dus dat is eigenlijk een grotere uitdaging op zich? Ja, om dan met een groep mensen gewoon voor elkaar te krijgen dat de kisten weer inzet gereed. Ja. Want heb je ook een vriendin of kinderen? Ja, ik heb een vriendin en een zoontje van 2. En wat vinden die ervan? Ja, die vonden het wel even slikken als ik dan op uitzending ging. Maar ja, een vrouw, een vriendin wist ook dat ik de keuze had gemaakt voor Defensie. Dat ook bij dat werk hoort. Dus je moet eigenlijk meer dan een technicus zijn om te kunnen functioneren onder die zware omstandigheden? Ja, dat klopt, ja. Zou je dit werk nog heel lang willen blijven doen? Ja, dat zou ik wel heel leuk vinden om dat te kunnen. Je had het net over een van de bijzondere dingen van de F-16, de fly-by-wire. Maar dat is niet alles, toch? Nee, dat klopt. Je hebt ook een systeem, het J-HMX systeem. Dat is eigenlijk een aanvulling op het head-up display, wat je hiervoor ziet. Op het head-up display, dat is een glazen plaat waar bijvoorbeeld vliegsnelheid, hoogte en ook doelgegevens worden weergegeven. Maar met de helm, die de piloot op kan zetten, dan ziet hij ook die vluchtgegevens en doelgegevens om zich heen. Dus dan kan de piloot naar links, naar rechts kijken of naar boven en naar beneden. Dan ziet hij nog steeds dezelfde gegevens. Alleen hoeft hij niet direct door het glazen scherm te kijken. Maar hoe werkt dat dan? De informatie wordt geprojecteerd hier dan op het glas. En dan kijkt de piloot er doorheen, door het vizier. Oké, maar wat is daar het voordeel dan van? Dat je vroeger alleen met het vizier had je zeg maar 20 graden voor je. Maar nu met de helm heb je een heel groot bereik waar je bijvoorbeeld als er een doel voor is of aan de zijkant, hoeft de piloot alleen maar te kijken en dan kan hij het doel aanwijzen. Ja, deze is helemaal klaar, hè? Onderhouden en wel. Wat is er precies aan gedaan? Ja, deze F-16, daar is faseonderhoud aan uitgevoerd en modificatieonderhoud. Want hoe lang heeft dat in totaal geduurd? Ja, totaal, dat is 4 maanden ongeveer. En zometeen gaat hij vertrekken. Waar gaat hij naartoe? Ja, deze gaat naar vliegbasis Leeuwarden. Dat de kracht die er vanaf komt. Hey Martijn, ik wil je bedanken voor een hele toffe dag. Ja. Dus, en volgens mij heb je echt de tofste baan van de wereld. Ja, zeker. Ja, dat klopt wel.